Yo mensen van dit kanaal, vandaag ga ik een rondleiding geven door het huis en jullie denken al, waar ben ik? Ik ben in mijn slaapkamer. Kom eens, dit is mijn bureau, een beetje rotzooi. Mijn bureau is een beetje rotzooi, deze heb ik niet zelf gekleid. Iemand die Ivan niet kent, dat is dit olifantje. Hallo. Ik ga inzoomen. En hier heb ik een nachtwachtboek. Als ik zo doorga, wordt het video nog langer. Al die glazen zijn van mijn opa. Maar maakt niet uit of ik het nu laat zien, want hij leeft toch niet meer. Die klok is ook van mijn opa. Al deze glazen zijn van mijn laatst overleden opa. Deze vind ik een heel debiel glas. Omdat deze een hele rare onderkant heeft. Wat de hel? Daarom moet hij ook hierin. En ik heb een laarzenglas. Hallo, ik ga je even filmen. Oranje boom. En ik heb echt een. Hij heel... zet een oranje boom. Kijk, het zet een oranje boom. En ik heb echt een heel lomp glas. Met ja. Een bieropener. Dit is niet allemaal van mij. Ja, nu wel. Helemaal. En dan, ik heb een bank in mijn kamer. Yep. Die is hier. En zoals je. Twee dingen op. Dit is mijn bed. Ja, jongens. Dat was mijn slaapkamer. Nu gaan we dan naar de keuken. Hoi, Eze. Hoi, Eze. En dan gaan we hierheen. Dit is de keuken. Daar zijn het gasfornuis. Bak chips. Hier heb je mijn prachtige katje. Die hebben ze net in de video al laten zien. Ja, die hebben we net in een andere video. Die heet, dit is mijn kat Gizmo. Dit is de stoel van mijn kat, de kattenbak. Hallo. We gaan er maar niet in kijken. Nope. Want het ruikt ook een beetje vies. Dit is mijn hond. Ik heb daar ook een video over gemaakt. Dit is mijn hond Eze. De wasbak. Dit water is best koud. Ah oh ja, dat is koud. Cool is. Voel dat het volle water is. Het is koud. Oh, mensen. Dit wil je echt niet voelen. Oh, en nou, bij de 10 abonnees wil ik in een koude, in een bad met, film even. Met de 10 abonnees ga ik special doen en dan wil ik in een bad, in een koud bad vol water. Nee, in een bad vol met koud water en ijsblokjes, daar ga ik dan 10 minuten in zitten. Als dit lukt, moet je een blauw duimpje omhoog doen. Als het mag. Dan doe ik het ook, want het lijkt me wel grappig. Dan gaan we nu verder. Dit is de keukengang. Daar staat de schoenenkast. Maar dan gaan we verder. Dit is de gang. Dit is mijn broodjeskamer, maar hier mag ik komen, anders moet ik een euro betalen. En dit is de kamer van mijn vader en moeder. Hier mag ik toch wel komen? Ja, dat is niet. Maar daar mag ik ook niet komen. Dan gaan we nu naar de zuskamer. Ik mag toch wel even bij de deur opening staan. Dit is de kamer van mijn zus. Mijn moeder staat nu bij de kast. En dan is dit de zus. Nee. Dit is het zuskamertje. Straks gaan we nog naar de schoenen. En dit is de kelderkast waar al ons eten in pakpapier staat. Hier heb je het washok. Hier is het washok. Daar staat een dinges, hoe heet dat? Mam, hoe heet die plant met die schijfjes? Oh ja, sjoelbakken. Dat ding dat er staat is een sjoelbaktafel. Okay. En dan gaan we verder. Straks staat het erin. De wc of niet? Dit is de douche. Wow, heel luxe. Ja, weet ik. En weet je wat heel raak is? Als een douche aanstaat en je gaat met deze, dit, dan gaat die slang daar bewegen. Echt? Ja, serieus. En dan gaan we nu verder. Dit is trouwens gewoon de gang. Mensen, zien jullie dit? Hier is de verkleedkist. Even de lamp uitdoen hier. En dan gaan we nu naar de woonkamer. Hoeveel deuren heb ik wel die geopend in deze video? Hier heb je
gewoon een beetje de chill plek van ons huis. Als jullie weten hoeveel deuren we openen in dit huis, zet het even in de comments. En als je deze video even dan weer achteruit spoelt, dan kun je het tellen. Maar dit is een beetje gewoon een grote open plek in het huis. Hier spelen we wel eens. Dit is de etenkamer plek D. Hier heb je de bak van... En hier heb je kleurplaten van mij. Oh, heel luxe. Dat lente. Hier heb ik drie kleurplaten. Laat me even dat filmen. Twee dezelfde. Laat me dat filmen. Ja, Anke. De gastgaan is makkelijk. Heel erg dik. Ja, met de serie dit. En hier heb ik twee kleurplaten. Twee soorten. En hier heb ik deze kleurplaat nog. Deze moet ik nog een keer uitknippen. En deze moet ik nog een keer afmaken. En als ze allemaal uitgeknipt zijn, dan heb ik 5 kleurplaten. En dan ga ik nu nog even snel naar mijn kamer iets laten zien. Want daar heb ik een laptop staan. What? Mensen, wisten jullie dit al? Ik heb dat nog nooit laten zien in de video. Hier zijn we weer in de kamer. Ja. En als ik dan mijn stoel weghaal en dit uitschoof. En hier is een laptop. Zien jullie de oude laptop van mijn opa? Wat voor ding is dat? Dat is van Hart en Hotfield. En dat is van deze opa. Hallo. En al die glazen zijn van deze opa. Oh ja. Laat mij even inzoomen. Dat is van deze opa. Deze opa is het later overleden dan die andere. Ik doe even niet. Jawel. En dan heb je daar nog een foto van diezelfde opa. En dan gaan we nu verder. En dan gaan we nu naar de schuur. Hoi. En kom. Net al laten zien. Hier heb je dan de rood plek van het buurthuis. Hier heb je de wc van het buurthuis. Ik doe het zelf lang verleven aan doen. Dat is de wc van het buurthuis. En dan gaan we nu naar de winkel van mijn vader. Dat is hier. Ga sowieso naar multihandelhalfweg.nl, want dat is de website van mijn vader. Hier verkoopt hij allemaal spullen. Hier heeft hij een pomp of zoiets, maar nog iets anders. Dan gaan we weer weg. Dan gaan we naar het buurthuis. Oh, die deur zit op slot. Dat kan dus niet. Oké, mensen, dat hadden we niet geweten. Dat wisten we niet. Dit is dus de schuur. Ja. Op zolder moet nog de buggy staan volgens mij. Want dat is de hefdruk van mijn vader. Maar mijn vader komt vanavond volgens mij met uit. En dan heb ik het beste voor het laatste bewaard. En hier hebben we de motor. Ik zal de lamp even aandoen. Mensen, willen jullie deze motor vaker in deze video, in zo'n video zien? Doe dan nou abonnee! Dit is mijn eigen motor. Haal de diepe doeken er even af. Dit zijn jasjes. Oké, dit is de voorkant. Dus ik ga me zo vragen of ik een rondje mag laten rijden. Wat? Laten we deze video extra maken. Ik ga aan mijn moeder vragen of ik een rondje mag rijden voor in een video. Een keer en dan gaan we... En dan kunnen jullie deze motor een keer in actie zien. En dan... Ja, en dat zouden jullie heel gaaf vinden. En dit, ik denk dat jullie dit vaker willen. Like voor de video of als jullie dit vaker willen. Dat is ik. Okay. Dit is een bruine vlek op de achterkant van de motor. Hij heeft 3 standen. Hij heeft dingers. De eerste stand, ik weet niet hoe snel die dan gaat. Maar de motor kan
van zichzelf kan die al 50. Dus dan zou ik hem starten. Oké. Ach. Dit ding heeft kickstart. Ah nee, die zit aan de andere kant. Oh, je muts vergeet. Wacht even, hou jij mij vast? Ik moet mijn muts even opdoen. Oh nee, laat maar. Ik doe het zo wel even. Wacht even hoor. Omdat ik wil niet de hele oren. Nee, doe het, is niet hard. Oké. Okay. Je moet harder trappen. Net niet. Oh, wacht. Mensen. Dit wil je echt... Willen jullie dit vaker horen? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Shit, ik denk dat de accu bijna leeg is. Oh, mensen. Dit wordt niet straks... Wat doen jullie dit, mensen? Mensen, vonden jullie dit gaaf om te horen? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan zeker. En dan doe ik weer de versjes eromheen. Abonneer en dan even. Dan kan mijn moeder vraag ik in buiten achter de schermen aan mijn moeder of ik op de motor mag rijden. Mensen, willen jullie weten wat voor merk dit is? Dan laat ik het nu zien. Kawasaki. Kawasaki. Hij is ingezoomd. Ja. Zoom even uit. Een Kawasaki. En er zit een verfvlek op de achterkant van de motor. Waar? Kijk hier. Oh ja, mensen. Verfvlek. Zien jullie het? En dan doe ik de vestjes. En dan sluit Iwan de video af. En zeg maar. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En doe een blauw duimpje omhoog. En wat zeg ik altijd aan het einde van mijn video's? Yo mensen. Nee. En doei. Nee, dat niet. Abonneer. Abonneer op mijn kanaal. Nee, like, abonneer en tot de volgende keer. Like en abonneer en tot de volgende keer. Doei.